Ja, hier is Fishy weer en welkom bij deze nieuwe commentary. Jawel, op de achtergrond zien jullie gameplay op de map. USS Texas, Call of Duty World War II. Natuurlijk, de Call of Duty die op dit moment nog steeds gaande is. Al ga ik het deze commentary wel hebben over Black Ops 4 natuurlijk. Afgelopen donderdag werd geshowt in Los Angeles. Waar onder andere ook een paar Nederlandse YouTubers natuurlijk waren natuurlijk. En waar ik dus ook wat gameplay van bekeken heb. In ieder geval de gameplay op de achtergrond. Ja, dat is een 25 streak, oftewel een brutal streak. Nou moet ik wel eerlijk zeggen, er zitten ook killende killstreak kills tussen. Killende killstreak kills. Ja, dat is wel een mooie, hele mooie zin eigenlijk. Het klopt wel, min of meer. Voor mij heb ik 18 gun kills. En nu bij de 25 zou ik dus een V2 rocket hebben. Maar helaas, potje was ook snel voorbij. En als je doodgaat, dan is het denk einde. Vooral in TDM natuurlijk. In ieder geval heerlijk dus met de Fuchsturmgewehr. En we gaan het gewoon snel hebben natuurlijk over Black Ops 4. Want er is natuurlijk naar buiten gekomen dat er geen singleplayer in Black Ops 4 zit. Ik moet je eerlijk zeggen, ik ben daar persoonlijk niet zo... ik vind het eigenlijk niet erg om heel eerlijk te zijn. Want ik vind eigenlijk dat er... vooral met Call of Duty eigenlijk meer gefocust moet worden op natuurlijk de multiplayer. Want dat is eigenlijk gewoon het meest belangrijke. Ik denk ook het meest belangrijke qua replay value voor een game. Hè? Dat je gewoon vaker dingen opnieuw kan spelen. Dat ken je online kan dat. Maar als je singleplayer één, misschien twee keer hebt gedaan hè, op een moeilijker niveau. Dan is het daarna zo van ik ben er klaar mee. Dus persoonlijk voor mij... Het maakt het niet heel veel uit. Had leuk geweest als het erin zat. Maar niet boeiend dus. We hebben natuurlijk de multiplayer heel veel van gezien. Hè. We hebben zombies gezien. Hè, dat er 3 maps ook bij komen. Onder andere Mob of the Dead. Een remake daarvan. En we hebben natuurlijk gezien dat er wel een Battle Royale modus in komt. Blackout. En ik moet je eerlijk zeggen, daar ben ik het nog misschien wel het meest benieuwd naar. Aangezien daar eigenlijk nog niks van geshoten is. Dat moeten we even afwachten. Wat er allemaal naar buiten gaat komen de komende maanden natuurlijk. Hè, want er werd natuurlijk in Amerika alleen de multiplayer geshowt. En wat daar natuurlijk voor mij in ieder geval heel erg opviel, is dat ik eigenlijk gewoon naar Black Ops 3 aan het kijken was. Ik moet je eerlijk zeggen, dat vind ik persoonlijk, ik had niet heel veel met Black Ops 3, maar ik denk ook dat het meer komt door uiteindelijk dat daar zoveel DLC-wapens in kwamen. En vooral veel melee-wapens en zo. En daar irriteer ik me eigenlijk best wel heel erg veel aan. Dus ik kijk daar een beetje doorheen, zeg maar. Ik kijk daar een beetje van de afstand naar. Maar wat natuurlijk echt het allerbeste was om te zien, is dat er dat het dus niet in de lucht komt. Nee, we hebben namelijk weer boots on the ground. En sterker nog, er zit ook geen wallrun in. Ik zag wel sliden erin zitten en zo. Het is natuurlijk ook een futuristische kot. Hè. Volgens mij speelt het zich af tussen Black Ops 2 en Black Ops 3. Daartussenin in ieder geval. Ik moet je eerlijk zeggen, het valt me niet tegen wat ik gezien heb. Gewoon Black Ops 3. Ik noem het gewoon even Black Ops 3.5 eigenlijk gewoon. Maar dan eigenlijk de irritatiepunten wat ik had in Black Ops 3. Die zijn er dus uitgehaald. Hè? Wallrunnen en het jumpen, het trust jumpen. Wat vooral mij opviel ook vergeleken bijvoorbeeld met andere Call of Duty's. En bijvoorbeeld... Als ik een vergelijking ga maken bijvoorbeeld met Infinite Warfare. Wat natuurlijk heel erg gehaat werd. Maar bij Black Ops 3 konden de... Volgens mij de poppetjes, de specialist. Die er trouwens nu ook weer in zitten. Die konden gewoon veel hoger springen. Dat is gewoon heel erg irritant. Eerlijk is eerlijk. Hè? De ene doet het dan niet. De ander doet het wel. En dan zie je gewoon voor je neus. Zie je de ene omhoog jumpen en de ander niet. En het is bijna niet te... als persoon zijnde gewoon daartegen te vechten. En je zag ook heel vaak dat je gewoon dan gewoon niet goed ging. Bijvoorbeeld mijn KD is niet heel erg hoog daarop of zo. 1.1 of 1.2 of zo, weet ik veel. Maar in ieder geval niet echt heel erg hoog. Natuurlijk zaten er wel leuke potjes tussen. Maar ik irriteer me gewoon heel erg veel aan dat jumpen. Al ben ik alsnog master precies level 200 of zo. Maar dat hebben we natuurlijk in 3 jaar behaald.
Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb er echt best wel veel goede hoop in. Gewoon lekker de snelheid die erin zit in de gameplay. Dat bevalt me wel. Het schijnt ook te zijn dat je in ieder geval wat meer kogels nodig hebt. Je hebt 150% health. Ja, ik ben benieuwd hoe ze dat gaan implementeren in de game en zo. Wat ook trouwens een hele vette toevoeging is wat in Black Ops 4 gaat komen, is natuurlijk dat je gewoon je eigen moet healen. Hè? Dus dat betekent dat je gewoon eventjes een spuitje moet innemen. Hè? Even teruggaan, zeg maar, uit het gevecht. Spuitje nemen en je kan weer verder gaan. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. Kan ook zijn dat je daaraan gaat irriteren en zo. Maar ja, ik heb ook bij sommige Call of Duty heel vaak het irritatiepunt dat je gewoon eigenlijk te langzaam hield. Nou ja, nu heb je dus gewoon... nu is je eigen keuze wanneer je gaat healen of niet. Ik zie echt heel veel leuke dingen hierin. Lekker snelle gameplay dus. Blackout wat erin gaat komen. De Battle Royale modus. Ja, ik ben gewoon heel erg benieuwd. En tot nu toe, ik sta er positief naar te kijken. Laat gewoon eventjes graag jouw mening achter bij de comments. Het is een beetje een algemene commentary geworden. Maar ja, ik moet gewoon nog meer zien. En ik wil gewoon niet zeggen van of het wordt een kut game of het wordt een goede game. Ik kan het niet bepalen. Ik heb het zelf niet gespeeld. Er komt ook nog een beta aan. Wat ook natuurlijk heel erg tof is. En heel veel meer commentaries erover. Jongens, nogmaals, laat eens eventjes je mening achter. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Bye bye. En later.